Nederland tegen Chili, de kip gaat voorspellen. Ze ligt natuurlijk goed voor de laatste tijd. Hier in slow motion gaan we zien dat ze voor Chili gaat kiezen. En ja hoor, we zijn er weer ingetuind. Hopelijk heeft ze het fout. Dat zal betekenen dat andere dieren kunnen toeslaan. En ze vreet die druif in de eentje ergens op. Even aandacht voor de jeugdopleiding. Kip en oort in plaats van varkenoort. En door naar de volgende wedstrijd. Australië tegen Spanje. Dat wordt Spanje. De laatste wedstrijd. Toch nog puntjes. Eventjes een gevecht om de druif. Wat cirkeltjes en wegwezen. Als drie kippen vechten om een been, dan gaat de haan met de druif er vandoor. Of wat dan ook. Ja, toch? En de rest van de kippen trapt de vlaggetjes hier aan voort. Ja, Spanje en Chili gaan dus winnen, volgens de kip.